Toen ik hier kwam, ga je veel meer die kleine dingen omarmen. En dan is er in één keer niks zo fijn als zo'n klein kamertje waar je helemaal jezelf kan zijn. Geen 6 vierkante meter groot, dat kun je niet maken. Ze hebben gewoon meer ruimte nodig. Dus dan gaan we een aantal kamers samenvoegen, zodat mensen een grotere kamer hebben en het minder benauwend is om hier in huis te moeten wonen. Ik was echt iemand die in 7 sloten tegelijk liep, heel erg naar de buitenwereld, fulltime in de horeca werken, veel vrienden, familie, een groot huis. Omdat je denkt dat je dat gelukkig maakt, maar ergens kon ik daar niet zo mee omgaan als de gemiddelde mens, denk ik. En bleek dat kleinere dingen dichter bij jezelf voor mij meer geluk bracht. De WON is een woongemeenschap waarbij mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden opvangen. En meestal zijn dat mensen die bijvoorbeeld door een relatiebreuk of door financiële problemen gewoon hun huisvesting kwijtgeraakt zijn. Ik ben bewoonster geweest hier en ik zit nu in mijn eigen oude kamertje waarin ik dankzij de WON en dit kamertje een plekje had. Wij zijn bezig met een verbouwing. We hadden tot nog toe de ruimte om 8 tot 9 mensen op te nemen. Het was altijd een stelregel, binnen 9 maanden moesten ze dan ook weer elders huisvesting gevonden hebben. En dat kon op allerlei manieren. Het kon zijn dat zij naar begeleid wonen gingen, of dat ze beschermd zouden gaan wonen, of dat zij dat ze een eigen huis weer kregen. Maar tegenwoordig krijgt men bijna geen eigen huis meer, geen huurhuis. Gewoon om te huren op de sociale markt is gewoon hartstikke moeilijk. Mensen die hier wonen, die zitten hier niet, je komt niet voor je lol hier wonen, zeg maar. Dus iedereen heeft wel zijn eigen achtergrond, zijn eigen verhaal. En dan geeft zo'n gezamenlijk eten of eten koken, of wat voor activiteit samen dan ook, geeft ook een stuk afleiding voor elkaar. Wat voor mij persoonlijk en wel meer mensen hier heel fijn was, was de structuur die het met zich meebrengt. Het samen thee drinken of koffie op vaste tijden lunchen en eten. We hebben tijdelijke huisgenoten. En de tijdelijke huisgenoten die wonen hier dus een beperkte tijd, maar de kernleden die wonen hier. Lutger die woont hier al 28 jaar. Ik ben hier al ruim 15 jaar weer aan verbonden. Nou, we hebben nog andere kerngroepleden gehad die ook allemaal toch wel 20 jaar, 15 jaar, 12 jaar gebleven zijn. Het is heel afhankelijk wat voor mensen er wonen. En je ziet ook dat soms 1 bewoner verdwijnt, er komt iemand anders voor, waardoor de hele setting of sfeer in positieve of negatieve zin kan veranderen. Dus in die zin is het ook gewoon heel afhankelijk. Hoe zit iemand in zijn vel? De een is heel uitgesproken en wat agressiever in zijn doen en laten. En de ander die klapt dan juist helemaal dicht. Dus dat ligt heel erg aan de samenstelling van de groep. Dit is de kapel van de woongemeenschap. Hier komt de kerngroep iedere dag bij elkaar, zoals morgens en 's avonds. Dan hebben we een ochtendgebed en een avondgebed. En op dinsdagavond hebben wij een open avondgebed. En dan komen er ook altijd wat mensen van buiten voor het open avondgebed. Wow, ik voel me veel dankbaarder, denk ik. Mijn leven ziet er nu veel overzichtelijker en kleiner uit, maar wel daardoor wel mooier. Kerngroepleden hebben in de loop van de tijd een motivatie gehad dat je geïnspireerd wordt door het christendom, maar ook vaak gewoon in de Franciscaanse samenleving. Eigenlijk is ook iedereen lid van de Franciscaanse beweging. En daar is ook eenvoud, soberheid, de ander accepteren en respecteren. Dat zijn zaken die dan daarin ook een belangrijke rol spelen. We proberen als woongemeenschap ook genoeg te nemen met dat wat we hebben. En doe niet luxe, maar redden het met elkaar heel goed.